ongewenst zwanger worden had duidelijke gevolgen voor de gezondheid van vrouwen. Het stelde vrouwen voor een zeer grote vraag waar ze heel moeilijk bij een man terecht konden. En soms ook niet bij de huisdokter. En vrouwen onder elkaar probeerden elkaar middeltjes te geven. Arbeidsters gingen rond met een schaal om geld in te halen voor engeltjesmaaksters die konden helpen. Er gebeurde stiekem van alles, maar dat was alles zo met schuld beladen en zo tegendraad. En dat gaf ook heel veel spanningen. En wanneer vrouwen zelf probeerden zwangerschap te doorbreken met zeer primitieve middelen, met breinaalden of drankjes of spuiten van weet ik wat, zuur enzovoort, dan volgden daar heel vaak grote bloedingen bij en dan werden ze na 2 dagen full speed naar de kliniek gebracht, moest dan toch de dokters ingrijpen en heel vaak waren gevolgen dat de vrouwen later geen kinderen, ook geen gewenste kinderen meer konden krijgen of dat ze in de ergste gevallen doodbloeden en dat ze hun leven erbij inschoten.